boek Jaag je ploeg over de botten van de doden. Het is al een hele intrigerende titel. Het is een quote uit een gedicht van William Blake. En Blake's poëzie speelt een rol in deze Poolse... Ja, is het een thriller? Is het een roman? Er vallen een hoop doden in. En de hoofdpersoon is een excentrieke oude vrouw in een afgelegen dorpje. Ze gaat als een soort Miss Marple op onderzoek uit, maar niets in dit boek is wat het lijkt. Er zitten verhalen achter de verhalen. Alle hoofdpersonen hebben iets te verbergen. En de ik-figuur, de oudere vrouw, die heeft nog het meest geheimzinnigheid om zich heen. Als lezer word je haar hoofd en haar leven ingezogen. Je gaat met haar mee door de bossen, door alle seizoenen, door de sneeuw en de zomerhitte. Op zoek naar waarom er zoveel mensen omkomen. En wat is er aan de hand met de dieren in het bos? Het boek is van Olga Tokarczuk. Ja, je ploeg over de botten van de doden. Verschenen bij de Geus. En de vertaling is van de hand van Charlotte Pothuizen en Dirk Zijlstra. En ik eindig met één zin voor te lezen. Waarin je een beeld krijgt van de emoties van deze onbenaambare hoofdpersoon. Verdriet, groot verdriet, rouw om ieder dood dier waar nooit een einde aan komt. Na de ene komt de andere en dus ben ik onophoudelijk in de rouw. In die toestand verkeer ik. Ik knielde in de bebloede sneeuw en aaide de ruwe, koude en stijve vacht.